Winnie Smagge is mijn doener omdat het een pionier is. In een heel speciaal schoolgebouw hier in Brussel start ze met een vernieuwend pedagogisch concept. Ik ben Winnie Smagge en ik ben de coördinator van de eerste tienerschool in Brussel. En ik wil jongeren terug doen zin krijgen om naar school te komen. Hoe ben je ertoe gekomen voor jezelf zo, om te zeggen, ik wil een nieuw concept ontwikkelen? Ik heb 15 jaar lesgegeven in een Brusselse school. En ik merk gewoon dat sommige kinderen iets meer tijd nodig hebben of gewoon een andere aanpak. Voor sommige kinderen moet het gewoon anders, uitdagender. En moeten ze ook tijd krijgen om zich aan te passen. Iedereen kent 6 jaar basisonderwijs, 6 jaar secundair. Dat is hier anders, hè? Ja. Wij kiezen ervoor om eigenlijk de structuur van 3x4 te doen, waarin dat de kinderen vanaf het 5e leerjaar bij ons kunnen starten tot en met het 2e middelbaar. En ze maken hun studiekeuze vanaf het 3e middelbaar. Ja, we zitten hier feitelijk in een... Een oude kerk, hè? Ja. Een oude kerk die leeg stond en die we dan hebben omgebouwd tot de start van de school. Hè? Ja, ook onze infrastructuur is echt aangepast aan de manier waarop dat we willen werken. Heel veel samenwerking, ook creatieve lokalen zoals een theaterruimte, een muziekbox. Dus, Nu 81 leerlingen. Ja. En wat brengt de toekomst? Volgend jaar zou het de bedoeling zijn dat we verdubbelen. Dus we zijn volop aan het inschrijven nu. Dus, en ik zie dat wel goed komen. Maar we willen ook graag gewoon dat onze school, onze visie zich verspreidt over Vlaanderen. En dat er meer tienerscholen bij komen. Zijn er al signalen dat anderen het ook willen doen? Ja, zeker. Er zoeken heel veel scholen contact en komen op bezoek bij ons. Ja, we zijn bereid om onze kennis en ervaring te delen met hen. Ik heb ook nog een vraag. Is het beleid bereid om na te denken over de tienerschool? Omdat we zijn een lagere school en een secundaire school. En dat zorgt toch wel soms voor moeilijkheden. Er zijn andere afspraken rond beide scholen. Ja, uiteraard moet het beleid daarover nadenken. Natuurlijk, dit is totaal nieuw. En we voelen dat er veel belangstelling bestaat in heel het land. En dus naarmate dat het aantal projecten gaat toenemen en er andere gaan komen, gaan we die regels moeten aanpassen die specifiek zullen zijn voor de tienerschool. Jullie zijn echte pioniers en we zijn blij dat er pioniers zijn, want het is dankzij pioniers dat men er feitelijk toe komt het onderwijs in het algemeen te verbeteren. En waar elke leerkracht feitelijk van droomde. Ja, dat is waar. Ja.